water halen in de beek en kijk eens of het water al klaar is. Geen probleem, ik ben al onderweg. Vader, ben je klaar? Ja, ik ben juist klaar. Het is tijd voor een korte pauze. Ga jij dan water gaan halen in de beek, zal ik wel je moeder roepen. Agneta! Hier ben ik! Hey. Ben je klaar? Ja, ja, helemaal. Het is tijd voor een korte pauze. Ik ga wel een hapje gebruiken. Ik ook! Oh. Dat hout verzamelen, hard werken. Ja, ik moet het al verzamelen. Ik moet het maken. Florentina hier niet? Nee, die is nog te water van de beek. Oh. Eindelijk, je bent daar. Oh, waar ben je? Ik heb het water. Oh, ik heb het water. Oh. Zalig. Oh my god. Smakelijk. Vader? Ja. Hoe komt het dat we in Vlieren gaan wonen? Wel, mijn overgrootouders en mijn ouders hebben hier altijd geleefd. We mochten in hun voet wonen, maar die was toen nog niet echt leefbaar. We hebben dat nog een beetje moeten aanpassen. Nog wat takken gaan zoeken in het bos om de buren te bekijken. En nog de grond moeten aanstappen voor de grond. Gewoon nog wel een paar afzien. Maar het is natuurlijk niet zoals de hut van Heer Engel, zeg maar. Maar we proberen het beste van te maken. Tja, we moeten er het beste van maken. We hebben ons veld. Het is geluk dat we oom Wilfried hebben. En zijn koe. Dat hij de ploeg kunt trekken met onze os. Ja, ja. Oh, hopelijk brengt ons veld dit jaar iets op. Want vorig jaar, hè, waren er alleen maar knollen en wortels uit het bos. Bah, geef mij maar prein uitjes uit onze tuin. Wat eten we straks eigenlijk? Eten. Ik kan echt aan niets anders denken. Ik heb juist je worst en een brood op. Ja, het is breed. En dames, niet vergeten, we moeten straks nog het veld gaan checken, hè. Ja, ja. Wat goed ligt voor de lente. Ja, oké. Dat ontmoet. Komen ze. Ja, komen ze meteen weg. Ja. Florentina, help je straks mee de dieren te voederen? Geen probleem. Het is eigenlijk al vrij goed uit. Als het nog een paar weken droog blijft, kunnen we beginnen zaaien. Hier, ik ben zelf wel tevreden. Is dat niet eerlijk? Jullie moeten maar werken voor hem. Ons moeder moet haar beste wol afgeven voor het beste wollen deken. Jij moet voor het land zorgen. Het is toch niet eerlijk? Ach, kind, maak je geen zorgen. Wij mogen toch op zijn land wonen. Wij horen erbij, net als de eik voor zijn huis. Dames, onze dieren wachten. Gaan we? Ja. Ja. Moeder, wat eten we dan vandaag? Ik ga gisteren maken van de geitenmelk van deze morgen. Waarom geen eitje? Nee, geen eitje voor ons. Je vader moet nog een eitje geven aan je echte. Kunnen we straks op tijd gaan eten, want het wordt morgen weer hard werken. En ik zou graag op tijd gaan slapen. Oké. Kijk jij voor de eieren? Ja. Ja! Kijk, ga dus. Ja, ik heb er een. Ha ha ha!
dat hier en zegt. En by the way, dames. Twee! Super! By the way! Wow, geef mij maar uitjes en prei uit onze tuin. Wat eten we eigenlijk? Welkom, echt wel. Hopelijk brengt ons veld iets op. Want vorig jaar waren het alleen maar knollen en wortelen uit het bos. Oh, in de falen. Knollen. En wortelen. Ah, eindelijk, het is daar. Ah. Ik heb het water. Eindelijk. Hier drink jij maar eens. Dat doet deugd. Vader? Ja, allee. Nu dat het afval. Sorry. Vader, ja. Hoe komt het eigenlijk dat we... Florentina helpt er straks mee de dieren te voederen en nu staat onze fiets erop. And that's all, folks.